Ik ben Jos de Rooij. En ik woon hier om de hoek op de Hagedorenweg. Ja, moet ik zelf toch vertellen. Van mijn vak ben ik muzikant, ik ben accordeonist. En ik ben ook actief hier in de buurt, in de Van de Beekbuurt, in de bewonersvereniging. In Noord woon ik vanaf 1976. Ja, de situatie is eigenlijk een beetje hetzelfde als heel veel andere buurten in Amsterdam. Men probeert de goedkope, betaalbare woningen, waar nu nog mensen met lage inkomens wonen, die probeert men te slopen. En dan vervolgens daarvoor in de plaats dure woningen neerzetten. En het is tegengesteld aan wat het idee van deze buurt is. Deze buurt is in 1919 ontworpen door architect Van de Beek, Jan Ernst van de Beek. En hij was een van de eerste mensen die zich bezighield met grootschalige woningbouw voor arbeiders, voor mensen met weinig geld. De mensen die hier kwamen wonen als eerste, die kwamen uit de krotten van de Jordaan. Die mensen hadden nog nooit een woning met een raam gehad. Laat staan dat ze een woning met een tuin konden krijgen, zoals hier in Noord. Dat waren de eerste bewoners. Het is dus speciaal opgezet voor mensen die niets hadden. En uiteindelijk zie je dan dat die mensen dan toch weer plaats moeten maken voor de mensen met een dikke portemonnee. Nou, die vinden dat verschrikkelijk natuurlijk. Er is vooral geen plek meer voor hun in Amsterdam. Ze zijn er langzaam en zeker op uit om alleen maar dure woningen te hebben voor mensen met veel geld. En mensen die dat niet kunnen betalen, die moeten maar ophoepelen naar Almere of naar Hoorn of zo. Ik denk dat het de enige mogelijkheid is. Er is onderhandeld, jaren is er gesproken met IJmeren, met de woningcorporatie die dit alles bezit. Maar er is met hun niets te regelen, niets te doen. Zij hebben hun plan en daar gaan ze voor. Zij willen gaan voor het grote geld. En daar zijn de bewoners de dupe van. Nou, als zij dus nergens naar willen luisteren, dan blijven alleen maar mogelijkheden voor harde acties over. Zoals deze kraakactie, dat is de consequentie van het gedrag van IJmeren. De oudere mensen die zullen zeggen van ja, maar dat kraken dat is bij de wet verboden. Weet je wel? Maar ja, ik denk dat het ook aan ons is meer actieve bewoners, om hun duidelijk te maken dat het tegenover IJmeren de enige optie is, de enige mogelijkheid. Het enige wapen wat we hebben. Want in een gewoon gesprek van bewoner tot woningcorporatie luisteren ze toch niet. Ze gaan door met hun plannen om te slopen. Bepaalde mensen hier in de buurt die zijn al een jaar of 20 bezig met dit soort dingen. Maar die worden ook langzamerhand worden ze heel erg moe daarvan. Ze hebben er geen enkel vertrouwen meer in. Ja. Kijk, hier in Nederland heet ze iets democratie, maar het werkt natuurlijk voor geen meter. Mensen mogen hun zegje wel doen, maar met hun mening wordt helemaal niks gedaan. 1500 mensen wonen hier, in de Van de Beekbuurt. En het overgrote deel is armlastig, heeft niet veel inkomsten. En zij vinden dus dat hun buurt moet meer gemuleerd zijn. Er moet meer afwisseling zijn tussen rijke en arme mensen. Ja, dat is hartstikke leuk, maar hoe moeten die arme mensen naartoe? Worden er in rijke buurten zoals Blaricum of Amstelveen, worden daar goedkope woningen gebouwd? Nee, natuurlijk niet. Daar hoeft het kennelijk niet gemuleerd te zijn. Dus dat is het probleem. En er zijn verder geen middelen om hun tegen te houden, behalve dus deze. Het enige waar zij afhankelijk van zijn, is ons geld ook. Dus ja, ik denk dat... Maar dan moet je natuurlijk wel heel erg... erg één zijn met de buurt, alle bewoners, dat het op een gegeven moment zover zou moeten komen dat we zeggen van ja, het is allemaal leuk en aardig IJmeren, maar ze doen helemaal niets, ze maken ons kapot, we betalen geen huur meer, niemand meer. En we sloten dat met z'n allen op een aparte rekening, en pas als het tot een akkoord gekomen is met IJmeren, zeggen we, nou, nu betalen we die centen. Dat is het enige middel wat je naast kraken nog zou kunnen hebben. Hoe langer ze zien dat het niet helpt en dat het niet gaat, het is heel goed mogelijk dat volgende week hier de bulldozer zal komen om de eerste blokken te slopen, hoor. Zover is het. IJmeren wil eigenlijk liever vandaag beginnen dan morgen. In feite zou het tegendeel moeten gebeuren van wat er nu gebeurt. Hè? De omgeving hier van de Beekbuurt, er zijn nog een aantal locaties waar plek is voor woningbouw. Daar zijn natuurlijk plannen voor om daar grote, dure koopwoningen te bouwen in grote torenflats, koopwoningen, daar is sowieso geen geld voor dat soort dingen. Dus waarom niet daar nog eens een stuk sociale woningbouw neerzetten? Er zijn veel te weinig betaalbare woningen in Amsterdam.
Mensen moeten 12 jaar ingeschreven staan om zo'n huisje hier in de buurt te krijgen. Aan de ene kant zeggen ze dus, ja, het is geen stuiver meer waard, want het moet gesloopt worden. Aan de andere kant is de vraag ernaar heel groot. Dus in plaats van dat je nog minder van die woningen krijgt, zouden er veel meer moeten komen. Je moet het natuurlijk eigenlijk altijd proberen. Je moet niet opgeven. Altijd je mening geven. Ook al doen ze een beetje van tevoren dat ze niets met die mening doen, toch die mening geven. En toch actie voeren en proberen. En kijken of je die 1% bent van die 100% waarvan het wel lukt. Maar ik weet van tevoren eigenlijk dat de kans heel erg groot is dat het ons niet gaat lukken. En dat de buurt plat gaat. En dat er hier dure koopwoningen komen. Het belangrijkste is natuurlijk dat ze zelf ook hun stem verheffen. Hè? Dat ze in de media aangeven hoe de zaken staan. Hè? Heel vaak staan er tegenwoordig artikelen in dagbladen, in weekbladen, in internetpagina's, weet ik veel. Hè? Waar mensen op kunnen reageren en hun mening kunnen geven. Ja, de kans is niet groot dat ze wat met die mening doen, maar het is wel verstandig om die mening te geven. Dan zien mensen in ieder geval wat er aan de hand is. En de Van der Pekbuurt is natuurlijk niet de enige buurt in Nederland waar dit speelt. Het is een nationaal probleem, waarschijnlijk wel een heel Europees probleem, dat het in alle landen hetzelfde gaat. Dat er goedkope woningen geofferd worden voor de rijken. Ik blijf toch altijd geloven in het goede van de mens. Dat is wat ik tot slot zou willen zeggen. Dus ik hoop dat op een gegeven moment dat goede van de mens bij die mensen van IJmeren ook een keer wakker wordt.